Vandaag is de première dag. Dus we gaan de laatste besprekingen doen met visagie, Puppa en hoofdbureau de hairstylist. Dat zijn in totaal zijn het er 17 mensen geworden die ik mag kleden. Waarbij dus ook visagie en haar gedaan moet worden. Heel veel zin in, dus let's go for it! Spannende momenten waren onder andere de looks van Dan Carity en Elise. Dan had een Karl Lagerfeld pak aan, wat ik via Zalando heb kunnen regelen. En idem dito voor Elise, die had een hele mooie Versace jurk aan, wat ook via Zalando geregeld kon worden. Want als het op de officiële manier moet, ja, dan duurt het gewoon wat langer met aanvraag en dergelijke. En we hadden maar heel weinig tijd. Dus dat vond ik heel erg spannend en dat het ook goed zat en dat het lukte en dat zij heel erg blij waren met hun look zoals ze in de spiegel keken. Daar was ze heel erg content mee. Een wauwmomentje, ja, dat vond ik echt met Lies. En ik was heel trots op haar omdat ze helemaal uit haar comfortzone ging. We hadden een hele uitgesproken jurk, een couture jurk van Ezra, een Dubaise designer. Die mocht ik helemaal customizen op haar lichaam. Ja, en ze voelde zich heel erg senang in de look. Dat merkte je door manier van lopen en grapjes maken op de loper met de fotograaf, de persfotograaf, die ook heel erg lief en leuk met haar omgaan. Ik vond dat eigenlijk een heel mooi wauw moment toen ik aan de zijlijn stond om iedereen in de gaten te houden dat alles lekker liep en dat de jurken gewoon mooi zaten. Vond ik heel tof dat de persfotografen daar ook heel goed op participeerden. Dus dat zij mij ook even de ruimte gaf dat ik even de jurk mooi. Dus zij wilde ook gewoon dat iedereen er mooi uitzag, weet je wel. Dus die synergie op de loper, dat is best wel uniek dat wij persfotografen hebben van dit kaliber. Ja. Wat ik nog meer moet gaan doen? Nou ja, morgen wakker worden, boterhammen smeren en mijn kinderen naar school brengen. En dan alles retouren, dus per post. Dus de pakjes terugsturen of naar de designers waar de jurken vandaan komen. De juwelen moeten terug. En mensen bedanken die mij geholpen hebben, zodat ik dit goed kon doen. En daarna ga ik me focussen op de andere dingen die in de pijpleiding liggen.